Ja, Valery Sokolov was dat. Die soleerde in het vioolconcert van Tchaikovsky. En je hoorde verder het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Nicholas Collen. En hier staat het publiek in Tivoli-Vredenburg in Utrecht op in een staande ovatie. En ik denk dat ze daar nog even niet mee ophouden. Totdat Valery Sokolov terug de bühne opkomt. En daar komt hij. Een wat gedrongen gestalte is het. Hij is in 1986 geboren in Kharkov in Oekraïne en verliet op 13-jarige leeftijd zijn geboorteland om te studeren in bijna alle steden waar je viool kan studeren. In Londen, in Hamburg, in Frankfurt en in Wenen. En hij reist nu de hele wereld rond om te soleren. En bovendien helpt hij ook nog eens veel vluchtelingen uit Oekraïne in deze tijd. En zorgt ook nog eens dat veel muzici uit Oekraïne hier in Europese landen een veilig heenkomen vinden. En dan speelt hij ook nog eens zo. Ongelooflijk. Wij zijn hier toe aan de pauze. Voordat we naar de tweede helft van het concert gaan. Na de pauze horen we namelijk de Nederlandse première van een werk van Sofia Gubajdulina. En daarna La Mer van Debussy. Maar hier komt Valery Sokolov en Nicholas Collen nog een keer op voor de derde keer. Hij bedankt hier het orkest. Heeft de bloemen al aan de concertmeester gegeven. En een hele bescheiden man lijkt het. Die kleine buigingetjes maakt naar het orkest. Maar toch wel heel tevreden lijkt. Met deze uitvoering. En toen net dirigent Nicholas Collen ook even een stevige omhelzing gaf.